Ja, daar zijn we weer. Ik slaap een beetje slecht, maar na lang wikken en wegen heb ik dan toch een keer een nieuw kussen besteld. Een Comfort waterkussen. Je ziet het goed, een kussen wat je dus vult met water. Het is ook nieuw voor mij, maar omdat ik niet zo goed weet of ik een zacht, medium of hard kussen nodig heb, probeer ik het nu met een waterkussen. Het is natuurlijk uniek. Het schijnt een goed veel comfort te geven. En het mooie aan een waterkussen is dat ik die hardheid zelf kan inrichten. Combinatie van steunkracht en zachtheid. Bepaal zelf de hardheid door meer of minder water toe te voegen. Toevoegen van 2 liter krijg je een zachte. Toevoegen van 3 liter krijg je een medium. En toevoegen van 4 tot 5 liter krijg je een hard kussen. Nou, ik begin dus gewoon natuurlijk met 2 liter. We zullen zien hoe dat eruit ziet. Ik heb dit waterkussen besteld bij dekbeddiscounter.nl. Waarom heb ik nou daar besteld? Omdat ze een aanbieding hadden van 2 kussens gratis bij elke bestelling. En dat zijn deze jongens. Anti-stress kussen, standaard maat. Ook daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Bevalt mijn waterkussen niet? Heb ik nog 2 andere kussens? Wie weet hoe het allemaal bevalt. Ik begin met mijn waterkussen. Ik maak hem open en ik doe er wat water in. En we zullen zien. Goed, 4 liter water. Omdat het gebleken is, 2 liter voor mij echt te weinig is. 3 liter is echt te weinig. En nu leg ik hem met 4 liter water op mijn bed. Plons, daar ligt hij dan. Zo, op eerste gezicht een prima essentje. Nu maar eens kijken hoe dit ligt. Ondersteun mijn hoofd prima. Het bovengedeelte is zacht. Onder zit inderdaad wat hardere onderlaag. Alleen nu komt het, de reden waarom ik het gekocht heb, is dat ik geen rugslaper ben. Ik ben een zijslaper. Ik ga erachter komen of dit werkt. En ik laat jullie morgen vroeg weten of het gelukt is. Ik heb nu mijn waterkussen 2 dagen geprobeerd. En tot nu toe bevalt hij eigenlijk niet zo heel goed. De extra gratis kussens van de actie, die is me vannacht in ieder geval wel goed bevallen. Dus dat is sowieso een blijvertje. Het probleem is namelijk dat het kussen is in hardheid wel aan te passen, maar in dikte niet. Kijk, om verschil te laten zien. Deze is dunner, maar in hardheid aan te passen. Deze is veel dikker, maar gewoon heel zacht. Ik ga nu nog proberen om er 5 liter in te doen. Hopelijk komt hij daarmee wat omhoog. En is het niet, dan zal ik hem toch echt terug moeten sturen. Nu heb ik gezien bij Beddediscounter. Jullie zoeken testers. Bij deze, ik wil jullie dit filmpje ook meesturen. Hopelijk zeggen jullie daarmee van, hey, zo'n vlogje is toch ook wel grappig. Theo die mag wel een paar dingen voor ons testen. Graag, stuur me wat op. Ik zal op deze manier weer een vlogje maken, wat knippen en plakken. En die mogen jullie dan uiteraard gewoon gebruiken om jullie producten mee te promoten. Ik hou jullie weer op de hoogte. Ah, goedemorgen. Nog een nachtje op mijn waterkussen geslapen. En deze keer ging het wel veel beter met de 5 liter vulling. Voordeel van het kussen is dat het je hoofd lekker koel houdt. Dat is wel lekker ook. Het nadeel is dat het kussen natuurlijk heel zwaar wordt. Maar het is nog geen liefde op het eerste gezicht, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik denk toch dat hij teruggaat. Maar ik zie het nog een paar nachten aan. Wie weet ga ik eraan wennen. Zo niet, dan gaat hij helaas terug. Voor zover de beddentest, de kussentest. En deze vlog. Bye bye.